De Onschuldige, een installatie van Julien Friedler over het lijden van kinderen in de oorlog. Samen met de muziek van Messiaen en de woordkunst van Lévy, die allebei in een concentratiekamp zaten, maakt dit kunstwerk in het Arsenaal deel uit van een heel bijzonder concert op het Festival van Vlaanderen in Mechelen. De combinatie van deze drie kunstvormen moet de toeschouwer 60 jaar na de bevrijding, de Tweede Wereldoorlog en het heden in vraag doen stellen. Messiaen schrijft de muziek waarin hij verklankt dat de mens op de bodem van zijn bestaan monsters worden. Lévy formuleert het omgekeerde. Wanneer alles je ontnomen is, ligt het voor de hand dat je monster wordt. Het hoeft niet. Friedler laat zien in zijn installatie dat die problematiek vandaag de dag nog steeds leeft. Elle est également dédiée à ce que l'enfant en tant que tel peut souffrir et vivre aussi bien dans le silence de parce que souvent il n'a pas droit au langage, il n'a pas encore le langage, que dans beaucoup de situations qu'on connaît dans le monde où l'enfance est encore aujourd'hui oppressée et brimée. Met de solisten van de Berliner Philharmonie, Jos van Immerseel en nog een heleboel andere grote namen is deze editie volgens kenners er een die voor een recordopkomst kan zorgen. Ook de concertreeks rond Mechelen staat in vrouwenhanden. Met muziek die maar zelden wordt uitgevoerd, moet bijdragen tot dat succes. We hebben eerst onze cyclus Beethoven. Beethoven en vrouw, dat is muziek en passie. Hij is heel dikwijls verliefd geweest op adellijke jonge dames. Hij heeft veel werken aan die dames opgedragen. Maar anderzijds zijn er ook vrouwelijke componisten uit de 19e eeuw die helemaal niet gekend zijn omdat vrouwen niet behoorden te componeren. Dus die zetten we op de affiche. Dat is één luik. Tweede luik is muziek aan het Hof van Margaretha van Oostenrijk. Een van de dames die centraal staat op de grote tentoonstelling. En in het vroegere, het voormalige paleis, organiseren wij concerten met muziek die echt aan het Hof geklonken hebben. De in totaal 37 concerten vinden niet alleen plaats in de stad zelf, maar in de hele Mechelse regio en in de Kempen. Voor tickets en informatie kan u terecht op www.festival.be.